stond met mijn zesde volgens mij, stond ik al met een stuurrad. Toen was het nog met een stuurrad in plaats van het pookje wat je boven hebt gezien, stond ik al in mijn handen gewoon zelfstandig het schip te besturen. Wel mijn vader op de achtergrond natuurlijk, maar een klein mannetje van zo hoog ongeveer, op een stoel. En dan uit het raam te turen en dan het schip proberen recht te houden. Toen... Je komt uit de schippersfamilie? Ja, ja, absoluut. Al van vrij ver terug. Nog met paard en wagen voor het schip aan ook. Varen was mijn leven. Is nog steeds wel mijn leven, alleen het is een heel stuk veranderd natuurlijk met hoe het toen was. Absoluut. Deze aflevering neem ik u mee op het binnenvaartschip de Martinique, die containers vervoert van de haven in Rotterdam naar Hengelo. Goeiedag. Hoi, gezellig. Oh. Goeiedag. Doe ik het goed met die deur? Ja, dat gaat hartstikke goed, joh. Jeetje. Helemaal goed. Hoop wind. Hi. Nederlands weer. Ja. Ruin is goed. Alice de Bruin. Hoi, welkom op de Martinique. Dankjewel, we varen met jou mee vandaag. Ja, hartstikke gezellig. Ik ben Fiona Omen. Ik ben vrouw van Rijn. En dit is ons schip. We varen vast met containers op Rotterdam-Hengelo. En dat doen wij nu al bijna 11 jaar. En wat ben jij dan? Ben jij dan schippersvrouw? Of hoe moet ik dat zien? Ja, ik ben schippersvrouw. Ik ben ook zelf kapitein. Dus ik heb al alle papieren gehaald, gevaarlijke stoffen, mijn groot vaarbewijs. En wij hebben tot 2 jaar geleden altijd samen gevaren. Maar ja, toen kwam hij natuurlijk. En hij moet sowieso naar school, maar naar het internaat of ik ben aan de wal. Dus ik ben nu meer aan de wal. En dan gaan wij de weekenden en in de vakanties gaan wij naar boord. Het grote nadeel is dat je een beetje geïsoleerd bent van de buitenwereld. Hè? Je ziet de jongens aan boord en je ziet je man en je kind. En we varen 24 uur per dag. En voor de rest, dat is het. Is het dan wel waard? Ja. Jawel, jawel. Het is een heel apart leven en het heeft ook zijn charme. Je bent natuurlijk heel vrij in je doen en laten. Dat is ook wel weer een voordeel natuurlijk. Maar het is voordeel en nadeel eigenlijk. Ik zet Fiona Vins even van de wal en dan gaan we nog door. Iedere keer is het afscheid weer moeilijk. Vrouw Fiona en zoon Vins blijven aan de wal. Vins moet naar school. Vins, zijn we opgenomen, hè? Kom, hè? En daar gaan we. We zijn los. Schipper Rijn Schut stuurt het 110 meter lange containerschip de Maas op. Het heeft deze keer 2 lage containers aan boord. De inhoud van de containers verschilt iedere vaart. Het loopt uit één van schoenen tot bier en zelfs grote hoeveelheden zout. Dit is echt prachtig, Rijn. Vind ik ook, elke reis weer. Want waar varen we nu precies? We varen nu op de Nieuwe Maas, door Rotterdam heen. En dan gaan we straks over naar de Lek. En dan gaan we langzaam op weg naar Hengelo toe. En dit blijft mooi, denk ik, door dat centrum van Rotterdam. Mooi, elke reis weer. Ja. Ik doe het al 11 jaar. Ja. En elke reis blijft dit mooi, omdat het gewoon elke reis verandert. Elke reis is de omgeving gewoon weer anders en dat maakt het mooi. Maar wat is er anders dan? Nou, de beweging, verschillende schepen, de bouw in de stad, de beweging in de haven. De grootsheid ervan. Ik ben helemaal geen Rotterdammer, maar ik vind dit wel mooi. De Rotterdamse haven. De grootste van Europa met een goederenoverslag van 440 miljoen ton. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt via de haven van Rotterdam vervoerd. Het is de toegangspoort tot Europa.
een belangrijk logistiek knooppunt voor de wereld. De brug De Zwaan, het gebouw van Rem Koolhaas, Hotel New York, het zijn de landmarks van Rotterdam. En iedere keer als schipper Rijn er langs vaart, geniet hij ervan. Schipper, want je staat achter je stoel. Wat is daar raar aan dan? Kan dat gewoon? Nou, kijk maar naar voren. Het schip vaart gewoon door. Ik heb de stuurautomaat heb ik gewoon op piloot staan, dus als ik hem recht zet, vaart het schip gewoon rechtdoor. En dan kan ik eventjes weglopen, eventjes een boterhammetje pakken of een kopje thee of een kopje koffie. Ja. Maar is dit een automatische piloot waar die nu op staat? Nou, ja, automatisch. Het vaart niet autonoom. Zo moet je het niet zien, want ik moet af en toe toch wel corrigeren. Nu komt er een schip aan en die komt best wel dicht naar mij toe. En dan moet ik toch een beetje corrigeren dat hij iets verder van het schip afblijft. Hoe zit het met de waterstand? Want daar horen we heel veel over de laatste tijd. Ja, die is verschrikkelijk laag. Het wordt een beetje spannend de komende tijden of we straks nog wel kunnen varen überhaupt. Maar is er een andere route die je kiest dan je normaal zou doen? Ja, de route die ik nu gekozen heb, of samen met kantoor en overleg. Kunnen we gewoon meer lading meenemen. Dus hebben we besloten van, het kost meer tijd, maar kunnen we ook meer lading meenemen voor de klant. Want wat jij nu bij je hebt, hè? Ja. Kun je iets zeggen over hoeveel vrachtwagens je nodig zou hebben om datzelfde daarin te doen? Nou, op het moment hebben we nog steeds, zou ik op de planning moeten kijken, maar ik dacht er ongeveer een 55 vrachtwagens bij ons. Nu? Ja. Echt waar? Ja. 55 vrachtwagens? Ja. Dat is waanzinnig natuurlijk. Ja. En dat houden we nu van de weg af? Dat houden we nu nog steeds van de weg af, ja. Op onze route hebben we wel te maken met een paar sluizen ook. Ja. En als dat ook steeds drukker zou gaan worden, zoals nu in Eefde op het moment is, doordat het water zo laag is, duurt die schuttijd ook veel langer. Ja. En als het normaal water is, is het de helft. Maar daar zijn ze nu gelukkig een nieuwe sluis aan het bouwen, dus in de toekomst gaat dat stukken beter worden. Mag ik ook eens in die stoel zitten? Ja, ga je gang. Dat lijkt me wel leuk. Oké. Ik zal wel achter jou meekijken. Zeg het maar dan. Wat moet ik doen? Nou, als je denkt hij dat gaat een beetje naar deze kant nu. Ja, als je denkt dat je moet corrigeren of dat hij rechtdoor moet, dan zet je het pookje in het midden. Dat heb ik wel goed. Want er komt wel een boot aan nu ook daar ergens links. Pardon? Een boot? Schip. Dat is echt vloeken in de kerk. Hè? Ja, zo ongeveer wel. Als je ja. een boot zegt, dat, ja, dat, kan, dat niet. Kan echt niet. Dat kan niet. Nee. Ja, ik ga geen risico nemen, dat snap je natuurlijk wel. Nou, waarom niet? Nou ja, omdat ik anders... Ik sta er toch achter? Ja, dat is waar. Ik grijp wel in als het niet goed gaat. De richting Rotterdam, hoor ik aan te hebben. Er brandt een rood lampje, waarom is dat? Nou, dat geeft aan dat, dat het roer nu zo staat dat je naar bakboord toe gaat, naar links. Ja, maar dat is nog steeds oké? Ja hoor. Ik doe het helemaal op mijn gevoel. Maar ja, nou dat moet ook. Dat moet je ook op het gevoel doen. Je mag nu wel een beetje naar stuurboord. Want er ligt daar een schip, die ligt daar te lossen, een tanker. Ja. En om hem niet te hinderen gaan we zo ver mogelijk een beetje in de midden, zodat hij geen last heeft van golfslag of golfzuiging aan de kant van het land. Daar hou je dan ook wel rekening mee. Ja, je kunt daar op de kaart zien dat daar een groot schip aankomt. 135 ja. meter ja. bij 11 meter 40 breed. En die komt zometeen hier over de binnenkant van de bocht, over zijn normale plek. En dan moeten wij een beetje iets verder... Ja, precies. Ik dacht, waarom moet ik nou naar rechts? Ja. Gebeurt er wel eens een ongeluk dan, of niet? Ja, dat gebeurt wel eens. Maar ja, dat heb je op de weg ook. Ja. En wat gebeurt er dan? Een hoop materiële schade. Als er bij ons schade is, is het alleen materiële schade. Als het op de weg gebeurt, hebben we al vaak met dooien. Ja. En dat gebeurt hier niet? Nou, zo goed als nooit. Dan moet het wel heel erg gek gaan, wil ons wat hier gebeuren.
achteruit, joh. Doe maar rustig aan. Ik trek hem toch iets achteruit. Doe maar rustig aan. We varen inmiddels op de Lek en passeren de Prinses Beatrixsluizen bij Nieuwegein. In 1938 gebouwd en vernoemd naar de indertijd net geboren Prinses Beatrix. Door de groei van het scheepvaartverkeer is er de afgelopen jaren een extra zogenoemde schutkolk gebouwd. Dit jaar werd de bouw afgerond. Omdat de Martinique dag en nacht continu vaart, is er ook een tweede kapitein aan boord. Rutger Borneman. Rutger en Rijn wisselen elkaar af. Net buitenkant, goedemiddag. Achter dezelfde rust. Voor de Laguna, ertussenin de zuidenwind. Met een Europa-nummer van 23-13-8. Behoedzaam vaart Rijn de Martinique door de sluis, bijgestaan door zijn matrozen. Als we door de sluis zijn, pikken we een gast op. Schrijver Stijn van der Loo, die 2 dagen meevaart. Hallo daar. Hi. Hi. Alice, Stijn. Hoi. Hallo. Welkom aan boord. Ik ga je even voorstellen aan de schipper. Je auto is aan boord ook, ja, hè? Ja, dat heb ik net gezien. Ja. Dat is wel heel spannend. Goed, dan lopen we even naar de schipper toe. Goedemiddag. Ik zou zeggen, kom verder. Hallo. Hoi. Rijn de Schut. Stijn van der Loo. De eigenaar van de Martinique. Nou, prachtig. En schipper. Prachtig. Ik zou zeggen, kom verder. Ja. Zo, nou dit is het. Ja. Het is weer eens wat nieuws. Een schrijver aan boord heb ik ook nog niet gehad. Oh nee? Nee. Nou, is... Ik heb al van alles aan boord gehad, maar nee, een schrijver heb ik nog niet gehad. Niet wou je een kopje koffie? Lekker. Ja? En jij, je bent jong? Ik ben heel jong, ja. Als schipper zijn. Hoe zit dat? 23 ben ik. Ja, ik was hier begonnen aan boord toen ik 17 was. Dus hij kwam als een troepie aan boord. Vrij jong, als puppy. Als puppy. In het erkend leerbedrijf. Soms, ja. Ja? Ja, ja. Ja. We hebben een beetje gewisseld met de ploegen, met de jongens. Want er zat in een andere ploeg zat een jongen die voor hem de opleiding had gedaan. En op een gegeven moment ging daar een kapitein weg. En toen heb ik gezegd, van, nou, als jij nou daar naartoe gaat met die andere kapitein, die zit er ook al heel lang. En dan kan ik Rutger onder mijn hoede nemen voor het opleiden. Nou, en sindsdien doen we dat eigenlijk zo. Dat gaat hartstikke goed. Ja. Hartstikke leuk. Een leergierige jongen, doet zijn best. Af en toe een pets op zijn achterhoofd en dan komt alles goed. Hij heeft nog geen ongelukken gevaren. Nee. En een sluis. Staat hij er ook op? De rivieren in Nederland zijn hier breed. Containerschepen kunnen elkaar makkelijk passeren. Zo, dat ging goed, hè? Ja hoor. Nou, dan zal ik je de vertrekken laten zien waar je dan even een paar dagen vertoeft. Nou, leuk.
Dit is de gastenverblijf, dit is helemaal voor je alleen. En waar zit jij zelf dan? Ik zit precies aan de andere kant. Ik heb nog zo'n woning aan de andere kant zitten. Ja, het is gewoon je eigen appartement in feite. Heel veel mensen denken van, oh, dan moet ik in een stapelkooitje en dan boven elkaar slapen, weet je wel. Maar ja, je ziet, het is hartstikke ruim hier, dus gewoon lekker vertoef hier. Dan hebben we hier de keuken. Een vaatwasser erin. We hebben een koelkast en een vriezer. Nee. En de magnetron waar je de maaltijden van ons kunt klaarmaken. Die staan ook in de koelkast al. Ook voor de rest. Dus dan is we verzorgen het wel, hè? Nee. En we hebben wel zoiets van voel alsof je thuis bent. Okay. Dat heb ik het liefste. Nee. Doe gewoon alsof je thuis bent. Wil je iets hebben, pak het gewoon. En daar staat het voor. Dus ja, af voor alle gemakken voorzien, dacht ik, hè? Ja, lijkt me wel. Ja. Marjan van den Burgt is matroos op de Martinique. Een belangrijke functie aan boord. Zonder matrozen is een schipper niks. Op de kop van het schip. Yes. Is dit een mooie plek of niet? Ja, het is een mooie plek. Hier wonen wij ook, de matrozen. Oh, echt? Hier onze eigen voorwoning. Ja. Dus dat is ook allemaal mooi geregeld. En dan in elke dag hetzelfde tripje weer naar achter, zeg maar. Maar waarom doe jij dit werk? Ik heb mijn opleiding dan afgerond in de zorg. Maar daarvoor had ik gewoon een kantoorbaan en dat vond ik niet leuk. Ik ben niet van de computers, ik wou graag bezig blijven met mensen. Dus het mensstukje is er een beetje afgevallen, wel leuke collega's, dus het scheelt dan weer. Maar gewoon geen enkele dag is hetzelfde. Ja, ja. Maar hoe bedoel je dat, geen enkele dag is hetzelfde? Ja, zoals nu zijn we vandaag bezig geweest met de grote opruimen en de lieren even uitlopen tot de touwen er weer netjes op liggen. Morgen zullen we heel de dag gaan soppen. Ah. Zo hebben we mijn vorige reis hebben we de motorolie vervangen van de motor. En zo is er elke keer iets anders, een beetje het diverse wat je krijgt. En dat boeit jou? Ja, ik wil wel graag bezig blijven. Niet automatisch piloot en elke dag weer hetzelfde riedeltje te doen. Maar je bent nu een opleiding tot matroos, hè? Ja. Wil je ook uiteindelijk schipper worden? Mijn idee is uiteindelijk wel schipper. Daarvoor doet iedereen het, denk ik wel. Het varen lijkt me leuk. Ik ben dan zelf mijn opleiding gestart, ook tot ik voor mezelf kan bepalen, is het echt iets wat ik wil doen? Ja. Uiteindelijk, ja, weet je, het geld is maar iets, maar je moet ook doen wat je leuk vindt, waar je hart ligt. Dus dat ga ik, deze reizen ga ik dat gewoon meemaken. En in het eerste geval is het niks, dan heb ik mijn papiertje voor matroos. Ja. Is het wel wat, kan ik gelijk gewoon weer door naar mijn schipper. Zoals ik er nu in sta, is het wel heel leuk. Ja. Het is wel heel anders, je hoeft niet elke dag naar je werk. Je bent enthousiast in ieder geval. Ja, nee, enthousiast zeker. Nou waren we net in die machinekamer, moest ik zo'n koptelefoon op. Ja. Nou, jij vertelde mij van alles, maar ik verstond helemaal niets. Wat gebeurt daar? Ja, de hoofdmotor die brult er bovenuit. Al het reilen en zeilen op het schip is te vinden in de machinekamer. Zoals net op de gangboord heb je een paar keer aansluiting omhoog gezien. Nou, daar kunnen we dan de brandslang op zetten. Dan kunnen we het water van buiten naar binnen pompen. En dan kunnen we zo het dek, het schip afspoelen, schoonmaken. En dat is ook in de machinekamer, dat hele panelenkast, onder andere een van de functies. En alle afsluiters die je daar zag voor het openzetten en het sluiten van. En het uitzicht, ja, het de hele uitzicht, dag anders. Ja, alleen krijg je dat niet heel veel mee. Nee? Ja, vaak als je aan het boenen bent, je kijkt waar ben je bezig met schoonmaken. Hier de opstaande randen doen we met de hand, dus dan ben je ook weer met je kop dus ik kijk maar, nooit naar dat mooie uitzicht. Nee, ik moet er daar nog een beetje aan leren wennen, om ook af en toe om me heen te kijken. Eigenlijk kom ik ogen tekort om alles aan boord mee te krijgen. Het gewone leven, maar ook het beeldschone Nederlandse landschap en de enorme schepen die langs varen. Ik zie een leven dat ik nog nooit eerder heb gezien. Een leven dat enerverend, verrassend en boeiend is. Wat ben je aan het doen?
Ik maak een begin van een roman. En dit is, dit is de roman? Er zitten stukjes in die de roman zijn, maar dit bijvoorbeeld. Maar het grootste deel is informatie. Dus het schip ligt ten anker, zei die man. Hè? Wat vind jij dan een mooie zin? Nou, ten anker. Om het zo te zeggen, ja, ik noem nou even dit dingetje maar. Noem nog eens iets, vind ik wel leuk. Land gaat boven water. De stroomdraad, hoe de stroom stroomt van laag en hoog water. Bepaalde gebaren, wat hij zegt van je arm zwaaien is los en dit is vast. Is ook wel, het is allemaal logisch, maar ik schrijf natuurlijk een roman waar deze wereld decor is. En dat moet kloppen. Dus wat ik doe is, ik ga een paar dagen mee op zo'n schip en dan vraag ik alles en ik schrijf alles op. Dit is de researchperiode voor jou? Ja, zo. Wat is het idee? Het begon met, mijn ex-schoonvader is binnenschipper geweest. En hij zat op de wilde binnenvaart. En die term vond ik erg mooi. Dus daar begon het eigenlijk voor mij. En de wilde binnenvaart was contractloos varen eigenlijk. Hè. Je gaat van Rotterdam naar Frankrijk en dan daar maar zien of je... Welke vaart je krijgt en vervolgens kan je dus in Duitsland zitten of in België of terug in Nederland en de wilde binnenvaart. En tegelijkertijd is het natuurlijk super poëtisch. Hè? Wat heb je hier nog? Vertel daar nog even wat over. Dit is van mijn ex-schoonvader. Die heeft natuurlijk gevaren als jonge vent. Monsterboekje. Wat is dat? Dat is, ja, dat is gewoon hoe heet het? Zoiets, een ervaring in opschrijft. Het monsterboekje is ook waarin je al je... vaarten schrijft. Nou, hij heeft er niks in geschreven. maar wel zijn eigen personage. En hij heeft een logboek bijgehouden. Ja, dat doen ze allemaal, hè? Schipsjournaal. En dat is wel tamelijk interessant. Hij heeft een keer meegemaakt dat er een brug was ingestort vlak voor hem. Bij München heeft dat krantenartikel hier ook bewaard. Ah. Neue Rheinbrücke eingestürzt. 19 doden? Ja, iedereen dood. Ze waren daar aan het werk, aan die brug. Hij zegt, we lagen ervoor en we zagen hem zo zwikken aan die brug. En op een goed moment, krak, ging die door. Nou, hup, in zijn achteruit natuurlijk. En die boot achter hem had het ook door. Dus, en toen konden ze daar niet weg. Hij zegt, ja, we hebben maar een beetje met onze scheepshaak in het water staan. Om te zien of er nog iemand boven... vonden. Maar zo'n verhaal, speelt dat een rol in jouw boek? Nee, dit niet. Ik heb het een keer in een kort verhaal gebruikt. Okay. Dus ik heb er al eens een keertje deze gebruikt. Zijn matroos is toen bijvoorbeeld aan de wal gegaan, definitief. Schipper Rijn vaart het schip uren achter elkaar. Nu en dan is er tijd voor rust. We zitten in je huiskamertje, of niet? Een soort van? Een soort van, ja. Ik noem het altijd mijn Centerparks woningje. Centerparks? Ja, nou aan de grote en ja, de grote badkamer, keuken. Nou, zo zou je het een beetje kunnen bekijken, denk ik. Maar heb je tijd om hier op de bank te liggen dan? Weinig. Ik maak toch wel 12 uur per dag. En daarna dan, ja, doe ik meestal 1 of 2 uurtjes eventjes wat voor mezelf. En dan ga ik toch wel weer slapen, want 's ochtends om 6 uur, zoals nu in ik deze torren zit, moet ik toch wel weer boven paraat zijn. Maar hoe is het begonnen dan? Wanneer dacht jij van, schipper, dat is iets voor mij? Nou, voor mijn 12e had ik al dat ik al zoiets had, ik ga schipper worden. Ik stond met mijn 5e, 6e volgens mij, stond ik al met een stuurrad. Toen was het nog met een stuurrad in plaats van het pookje wat je boven hebt gezien, stond ik al in mijn handen gewoon zelfstandig het schip te besturen. Wel mijn vader op de achtergrond natuurlijk, maar een klein mannetje van zo hoog ongeveer, op een stoel. En dan uit het raam te turen en dan het schip proberen recht te houden. Toen... Je komt uit de schippersfamilie? Ja, absoluut. Al van vrij ver terug. Nog met paard en wagen voor het schip aan ook. Varen was mijn leven. Is nog steeds wel mijn leven, alleen het is een heel stuk veranderd natuurlijk met hoe het toen was. Absoluut. Wat is het grote verschil dan? De vrijheid. Heel veel mensen zeggen van scheepvaart is vrijheid. Is toch wel enigszins een beetje veranderd. Je wordt toch wel min of meer wat meer gestuurd dan dat het vroeger was. Vroeger zei je van nou, als ik om 7 uur ga liggen, dan ging je liggen.
En nu zit je in een soort contract. En er wordt van je verwacht dat je je contract voldoet. En of dat nou dag en nacht is, of het is 18 uur of 14 uur, dat maakt niet uit. Je moet je tijd voldoen. Maar toen je dat kleine jongetje was, ja, en zo heel graag ook schipper wilde worden, wat was dan je droom? Een eigen schip hebben. Maar wat zou dan de droom nog zijn? Wat wil je dan nog meer? Nou, misschien wel iets minder varen. Iets meer aan de jongens overlaten. En dat ik iets vaker meer walkapitein zou gaan worden. De droom van Rijn is om meer tijd door te brengen aan de wal. En dat zijn tweede kapitein Rutger meer routes overneemt. Rutger staat nu ook al uren achter het stuur. Als je hem hier wel liggen, hè? Ja. Jij moet dan die brugopening daar hebben, waar, je niet door, waar wij niet doorheen mogen. Waar zijn we nu, Rutger? We varen nu net de Oranje sluis uit, met buitenei. En na deze brug die je hier ziet, dan gaan we aan stuurboord eventjes een auto eraf zetten. Hoe lang ben je al schipper? Nu ongeveer, ik denk ruim een jaar. En hoe oud ben je? 23. Ja. En waarom ben je schipper geworden? Zo jong ben je al een schipper? Nou, ik wil altijd al iets in transport en logistiek doen eigenlijk. En ik wist eigenlijk niet dat het zo makkelijk was om erbij te komen. Ik dacht dat het heel familiegerelateerd was, zeg maar. En want ik kom zelf uit Hardenberg, dus ik heb eigenlijk helemaal geen flauw idee van binnenvaart. Maar toen zag ik Piet Poudersma in de binnenvaartschool staan in Harlingen. Piet Poudersma? Ja, toevallig, hè. Toen dacht ik, het kan dus wel. Dus toen heb ik gelijk informatie opgezocht. En toen is het heel snel gegaan. Binnen een maand zat ik toen al aan boord. En nou zit je op zo'n enorm groot schip. Ja, gelijk een 110er, ja. Ben je niet enorm trots op jezelf? Ja, zeker. Elke dag is hier anders. Geen één dag is hetzelfde. En ik heb nu een leidinggevende functie hier aan boord. En dat vind ik echt super leuk om te doen. En alles zorgen dat elke dag hier op rolletjes loopt. En dat is wel elke dag een uitdaging voor mij. Ja, en waarom wilde je schipper worden dan? Ik ben hier dus begonnen als matroos. Inmiddels al 5 jaar geleden. En ja, ik zie mezelf niet echt als ik 40 ben nog buiten aan dek lopen, zeg maar. Elke dag schuren, verven en poetsen. Uiteindelijk heb ik dan mezelf omhoog weten te werken door middel van school. En gewoon ervaring op te doen hier in de stoel. Dus nu ben ik uiteindelijk schipper geworden. Een hele jonge schipper? Hele jonge schipper, ja. 23 jaar nu. Dus ik zit nu inmiddels al een jaar zelf te varen, zelfstandig. Dus toen ik 22 was... Toen begon ik echt al te varen. Ik ben inmiddels hier tweede kapitein nu. Ja, en wat is dan je droom? Hoe zie je je toekomst? Nou, op het begin had ik echt een droom om een eigen schip te beginnen. Maar nu, zeg maar, nu neem ik hier wel genoegen mee. Ik vind het echt superleuk om gewoon 2 weken even allemaal actie te ondernemen elke dag, zeg maar. En alles te regelen hier aan boord. Maar na die 2 weken om dan weer lekker naar huis te gaan zonder zorgen, ja, dat zou ik niet kunnen missen. Dat wil ik wel gewoon houden. De reis zit er voor ons op. We gaan van boord. De lading wordt de volgende dag in Hengelo uitgeladen. Door het lage water in de rivieren heeft het schip een omweg ervaren. Het eindpunt is bereikt.